De reissector de Coroni krijgt een nieuwe boost. Op maandag 29 oktober is men van start gegaan met het oosten van 40 hectare paddy. Meneer Graanoost, de ondernemer Boldewijn en de districtscommissaris de heer Tanadi, die waren hier onderdeel en getuige van. Het Nationaal Informatieinstituut brengt u naar het moment waar er 40 hectare aan paddy wordt geoost de Coroni. Hoe is het initiatief ontstaan om de Coroni aan rijst te doen en te gaan planten? Men heeft altijd al rijst gedaan in Coroni. Coroni beschikt over 4000 hectare areaal achter deze dam. Dit is de zwamkerende dam. En daar heb je dan de rijstvelden. Dat is van Ingikondri tot en met Burnside. Dat is ongeveer 4000. Coroni heeft een heel grote bloei meegemaakt in de jaren 70, 80. Daarna is het langzaam gaan kelderen. En zo zeer zelf dat heel veel Coronianen zijn gestopt met planten. Heel veel Coronianen zijn weggetrokken. De velden staan er. En op een gegeven moment zegt de president, hé, dit kan niet, dit moeten we stoppen. Coroni kan zichzelf bedruipen. Laten we gaan kijken, laten we met de Coronianen praten en kijken wat we samen met ze kunnen doen om Coroni weer levend te geven. Coroni weer zelfstandig te maken, want dat was Coroni in het verleden wel. Het is een Sofiste mijlpaal van Sofiste projecten die zijn geïnitieerd door de regering onder leiding van de huidige president Izzy Boutersen. En vandaag staan we voor het rijstveld vandaag, waar 40 hectare aan paddy wordt geoost. En voor ons is het nogmaals een mijlpaal. En u ziet zelf dat het wel mogelijk is, wat velen voor onmogelijk hebben gehouden, is het vandaag bewezen. Met de doorstart, ik zal niet praten over herstel, maar de doorstart van de rijsteelt. En dat volgens het concept van PPP het wel mogelijk is om heel veel te doen in het district. Vroeger werd er ook rijst geplant in Coroni. Wat is het verschil van toen en nu? Kijk, inderdaad, in die tijd had je andere omstandigheden weer. We zijn nu een aantal jaren verder. En u begrijpt dat wij nu zitten met een vergrijsde bestand van boeren. Vele van hen die zijn er niet meer. Velen zitten nog steeds met die schulden en ik denk dat met de beweging hier dat wij zeker spin-off effecten, dat er spin-off effecten teweeg zijn gebracht. Zo kunnen die mensen die met hun schulden nog steeds staan bij de bank in de gelegenheid gesteld om hun arealen ter beschikking te stellen, waardoor ze na een aantal seizoenen schuldvrij zijn en dat ze dan vrijer in beweging zijn om verder te doen wat ze kunnen met die percelen. En daarnaast wordt de infrastructuur natuurlijk automatisch weer in place gebracht. En zo kunnen de tuinbouwers in de voorgebieden, in de woongebieden, de mensen die aan de tuinbouw doen, ook direct kunnen beschikken over zoet water dat ook direct wordt onttrokken uit de swamp, middels een buizensysteem. Meneer Boldewijn, het is zover. Vandaag wordt er geoost. Hoe voelt dat moment aan? Het is voor mij echt wel een goed gevoel. Na jaren weer kan ik zeggen dat we hier in staat zijn weer te oogsten. Wanneer bent u begonnen hiermee? Dit is zo'n paar maanden terug begonnen in Coroni. Eigenlijk hebben wij gevraagd aan de president toen om weer een start te maken met de rijstsector in Coroni. En toen is een particulier initiatief begonnen samen met de overheid. Dit is een particulier initiatief met ondersteuning van de overheid en meneer Granels. Dus wij zijn bijzonder blij hiermee.
Om hoeveel hectare gaat het dat er geoogst gaat worden vandaag? Vandaag gaan ze 40 hectare oogsten. Dat zijn hier op Bangomulje, gronden die we hebben gehuurd om te mogen planten. En over 3 weken, geloof ik, gaan wij op een stuk op Ingikondre zelf 35 hectare oogsten. We zijn ondertussen bezig om zo nog 120 hectare klaar te maken. Want voor het komend seizoen gaan we 200 hectare inzaaien. Wat gaat er gebeuren met deze paddy die er geoogst wordt? Wat is het natraject hiervan? Deze paddy gaat naar de opkoper. En we krijgen daarvoor geld. En we hopen de hoogste paddyprijs binnen te halen. Het geld waarmee we dan die arealen die je nu hier ziet, waar er op geploegd wordt, die arealen kunnen inzaaien voor de oogst in maart, april. Om wat voor soort rijst gaat er dat hier geplant is? Die paddy die hier geplant is, is DDB1. De vorige die we hadden geplant was de andere. Maar er zijn nu wat in samenwerking met Maleisië zijn er wat rassen die we uitproberen op de velden. Want ik bedoel, wij gaan natuurlijk planten de paddy die goede kwaliteit geeft en goede kwantiteit. Heeft u een oproep aan andere mensen in Koroni om weer hiermee te gaan starten? Kijk, ik denk dat wij dit gebied, hè, in Gikondre-omgeving, als voorbeeld kunnen laten dienen. Dat terwijl we hier in het zuiden bezig met rijst in de voorgebieden aan tuinbouw wordt gedaan, droge gewassen teelt. En daar is ook de president bezig met een aantal kleine projecten waarbij de mensen die actief willen zijn in de landbouw, in de gelegenheid worden gesteld ook, door ze te ondersteunen met ontsluitingswerkzaamheden. En tot nu toe loopt het vlot. We geven nog steeds de hoop niet op in Koroni. De potenties zijn er zat. We moeten alleen maar niet bij de pakken neerzitten en opstaan allemaal en weer de draad oppakken. U ziet het zelf hier. Yes, u ziet het zelf hier. We can also do the job in Koroni. Mensen moeten niet zitten wachten. Mensen moeten initiatieven nemen. Ik denk dat het hoog tijd is dat de corona nu initiatieven neemt. Samenwerkt. Dan denk ik dat het goed komt met corona. Voor welke ontwikkelingen gaat deze nieuwe boost van de rijsector zorgen? Dit heeft heel wat spin-off. De boeren, de mensen die rijst planten, die gaan verdienen van rijst. De mensen die voorin bezig zijn tuinbouw te doen, die vinden water met deze ontwikkeling. Want dan gaat zwampwater naar voren. De vissers die komen aan hun trekken. Dus het is een hele boost voor corona.